Goedemiddag, Kijk naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op 28 maart. Het is een prachtige dag vandaag. Zon overgoten en de temperatuur is flink opgelopen. Op veel plaatsen in het zuiden van het land is het inmiddels al zo'n 20 graden. En de komende uren kan het lokaal nog wat warmer gaan worden. Veel bewolking op de Noordzee, dat kunnen we mooi zien op deze satellietfoto, maar Nederland ligt er stralend bij. Nauwelijks tot geen bewolking. Boven Frankrijk zien we wel wolkenvelden, en die wolkenvelden die komen geleidelijk aan onze kant op. En dat betekent ook dat het in de loop van de avond-nacht wat meer bewolkt gaat raken en dat het morgen ook overwegend bewolkt weer zal zijn, met name in het noorden van het land. Ook kan er vanavond nog een enkele bui vallen, maar veel stelt dat niet voor. Ik zei het al, de temperaturen zijn mooi opgelopen. Met name in het zuiden van het land was het rond drie uur al 20 graden. De temperatuur die in Twente staat, min 99, die kunt u natuurlijk vergeten. Dat is uh, vanwege het feit dat het station Twente momenteel uitgevallen is. Verder temperaturen dus die hoog zijn en nog iets zullen gaan oplopen de komende uren. Mogelijk dat het in het midden van het land ook nog 20 graden gaat worden. Nou, vanavond komen er dan wat meer wolkjes en lokaal kan er een enkele bui vallen. Dit ziet er misschien wat dramatisch uit. Ik denk dat er slechts op een enkele plek een kans is op een bui. Ik verwacht ook niet al te zware buien. De temperatuur die ligt vanavond tussen de 13 en de 14 graden. Vannacht neemt de bewolking wat meer toe en dan daalt het kwik niet veel verder dan 8 of 9 graden. De wind die blijft uit het zuidwesten waaien en is matig tot vrij krachtig. Morgen vrij veel bewolking en met name in het noorden denk ik dat er wel een spatje regen kan vallen. Ook elders durf ik niet te zeggen dat het helemaal droog blijft, maar de droge perioden zullen absoluut overheersen en met name in het zuiden van het land breekt in de loop van de dag toch ook wel af en toe de zon door. Het wordt helemaal niet koud of fris, want de temperatuur blijft hoog hoor, met 14 tot 17 graden. Je moet nagaan dat het momenteel normaal zou zijn als de temperatuur zo'n beetje rond de 11 graden zou zijn. Dus ook morgen gewoon zeer zachte lucht in Nederland. En morgen ja, dan kunnen we eigenlijk zelfs spreken van een soort van dipje. Want donderdag en vrijdag dan komt de lente weer volop terug. Het warme lenteweer komt ook volop terug. Want op meer plaatsen wordt het dan 20 graden. Donderdag schijnt de zon, is er wel vrij veel hoge bewolking. En zien we maxima van 18 tot 21 graden. En vrijdag kan het dan zelfs nog wat warmer worden. Mogelijk dat in de avond er lokaal een enkele onweersbui gaat vallen. Het weekend doen we een paar stapjes terug met de temperatuur en wordt het ook wat wisselvalliger. Zowel zaterdag als zondag vallen er een paar buien bij temperaturen tussen de 13 en de 15 graden. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.